Ik ben Denise de Ridder, Ik ben hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht en directeur van het Self-Regulation Lab. Uitgaanslast is een groot probleem. Als jongeren uitgaan en wat te veel drinken, maken ze soms wat te veel lawaai. Zijn er kleine vernielingen en soms ook wat grotere incidenten. Niet zozeer die grotere incidenten worden als lastig ervaren, maar de kleine overlast en het gevoel van onveiligheid wat mensen daarbij hebben. Dat bleek ook in Hilversum. Waar het aantal incidenten, geweldsincidenten, veroorzaakt door te veel alcohol relatief klein was. Maar mensen zich toch heel onveilig voelden in het uitgaansgebied. Wij hebben onderzoek gedaan hoe we eigenlijk kunnen bevorderen dat jongeren zich socialer gedragen wanneer ze in het weekend uitgaan. En Dat hebben we op een hele simpele manier gedaan. We hebben rode lopers neergelegd en spiegels geplaatst op de plekken waar jongeren het uitgaansgebied, de cafés, treden. Uh, om zo een uh, meer feestelijke, prettige manier van omgaan uh, op te wekken. En door deze simpele interventies waren eigenlijk de resultaten vrij spectaculair. Leek dat het het subjectieve gevoel van veiligheid met een half punt naar boven ging van 7.2 naar 7.7. En voor vrouwen was dat nog sterker. Het aantal objectieve incidenten nam niet af, maar zoals gezegd was het al eigenlijk heel laag in Hilversum. Hoe kunnen we nou verklaren dat twee van die simpele interventies, rode lopers en spiegels zo'n groot effect hebben? Daarvoor moeten we terecht bij de psychologische theorie, en dat ga ik in het volgende deel uitleggen. Hoe komt het nu dat rode lopers en spiegels zo'n groot effect hebben op sociaal gedrag? Daarvoor moeten we terecht bij de psychologische theorie die achter nutjes zit. Nutjes zijn subtiele duwtjes, bepaalde cues in de omgeving die mensen helpen herinneren aan te doen wat ze eigenlijk wel willen doen, maar niet altijd doen. Eigenlijk zijn nutjes een vorm van keuzearchitectuur die de gewenste optie, in dit geval sociaal gedrag, meer voor de hand liggend maken, maar wanneer mensen echt iets anders willen, kunnen ze dat nog steeds doen. Um, en daarom zijn ze effectief en eigenlijk ook acceptabel. We weten dat nutjes werken omdat ze aangrijpen op de manier waarop me mensen zich gedragen. Dat is soms dat ze heel erg nadenken over wat ze willen doen, maar heel veel vaker is dat dat mensen automatisch op de automatische piloot. Uh, Bepaalde beslissingen nemen, bijvoorbeeld in dit geval om zich asociaal of sociaal te gedragen. Er zijn eigenlijk drie typen nutjes, en alle drie maken ze gebruik van, omdat mensen vaak op een intuïtieve manier redeneren op de automatische piloot. Er zijn nutjes die in de omgeving, zoals in dit geval rode lopers en spiegels, die uitnodigen om zich op een bepaalde manier te gedragen. Er zijn ook nutjes die mensen de mogelijkheid geven om hun gedrag, impulsieve gedrag te corrigeren. En er zijn nutjes die eigenlijk de standaardoptie veranderen, dat het vanzelfsprekender is om je op een bepaalde manier te gedragen. Hoe zit het nu met rode lopers en spiegels? Uh, spiegels in de psychologie staan voor het vergroten van zelfbewustzijn. Wanneer je in de spiegel kijkt, uh, zie je jezelf en word je meer bewust van je eigen normen en waarden. En ze kun je uh, ook uh, corrigeren. Uh, spiegels worden bijvoorbeeld gebruikt ook in treinen om uh, agressief gedrag te verminderen. Maar ook in supermarkten om uh, stelen te verminderen. En in, uh, op scholen om het spieken te verminderen. Naast die spiegels hebben we dus rode lopers gebruikt. En rode lopers markeren eigenlijk de entree tot een nieuw gebied. En laten eigenlijk zien dat dit is een gebied is waar andere regels gelden. En uh, bovendien hebben ze een, uh, zowel rode lopers als spiegels nog het uh, prettige bijkomstigheid dat ze een feestelijke uh, uitstraling hebben. En we verwachten, uh, en dat is dus ook uitgekomen, dat door die combinatie van rode lopers en spiegels mensen meer zelfbewust zijn en ook meer bewust van dat ze een gebied ingaan waar uitgegaan wordt en waar uh, feestelijk en prettig gedrag de norm is. We hadden van tevoren getest wat rode lopers en spiegels met mensen deden als ze daar overheen lopen of ze in die spiegels kijken. En dan blijkt dat mensen dat heel erg associëren met feest en uh, luxe en prettigheid. In Hilversum bleek echt dat mensen eigenlijk die spiegels en rode lopers niet heel erg uh, opmerkten, maar zich gewoon automatisch feestelijker en prettiger gingen gedragen. Wat zijn nou de mogelijkheden en de beperkingen van deze simpele interventie met rode lopers en spiegels? Nou, allereerst de beperkingen. Uh, dit is één onderzoek wat we gedaan hebben in Hilfsum. Het duurde vier weekenden. En uh, we moeten dus eerst herhalen of het dan nog een keer werkt. Wat het bijzonder was in was dat we het in de winter deden, waardoor uh, soms met slechte weersomstandigheden, waardoor jongeren relatief veel binnen zaten en weinig op straat kwamen. Wat gebeurt er als we dit in de zomer onderzoeken? Zijn de effecten er dan nog steeds? Iets wat we ook willen weten is hoe lang de effecten aanhouden. Nu bleek dat direct na de blootstelling aan de rode loper en de spiegel. jongeren zich veilig gevoelen. Maar een deel van de jongeren die we één of twee dagen later spraken. rapporteerde dat niet dat ze zich veilig voelden. Uh, het zou kunnen zijn dat wanneer je met enige regelmaat die rode lopers en spiegel ziet, dat het effect ook langer aanhoudt. Maar dat moeten we weten. En een derde ding waar we meer over moeten weten, is of uh, het ook effect kan hebben, niet alleen op het gevoel, wat we nu vonden, het gevoel van veiligheid, maar ook of, op, op hoe mensen zich gedragen, of ze zich ook daadwerkelijk sociaal gaan gedragen, en minder uh, asociaal. In Hilversum konden we dat niet vaststellen, omdat er relatief... ...weinig incidenten waren die eigenlijk niet meer konden dalen. Naast deze beperkingen zijn er natuurlijk ook veel mogelijkheden. Het is een hele simpele interventie. Het kost weinig geld. Je kan hem makkelijk neerleggen. Het vergt geen ingrijpende verbouwingen of aanpassen van de openbare ruimte... Uh, het enige wat je eigenlijk nodig hebt, is een, uh, dat alle partijen goed met elkaar uh, samenwerken en met elkaar om tafel gaan zitten. In dit geval dus politie, uh, Openbaar Ministerie en de horeca dat er de wil is om uh, samen dit uit te proberen om te zorgen dat jongeren zich socialer gaan gedragen. Nutjes hebben grote potentie als uh, moderne manier van uh, gedragsverandering en er moet ook zeker veel mee geëxperimenteerd worden. Maar we moeten wel drie dingen in het achterhoofd houden: niet elke grappige inval is een nut en we moeten zeker oppassen voor nut-inflatie. Zo zijn de heren-toiletten van Schiphol bekend vanwege de geëtste vlieg die zorgt dat er minder verspild wordt. Maar is het geen goed idee om een compleet voetbalveld in een toilet te installeren, omdat dat mogelijk dan niet meer werkt of mensen daarop uh, gaan reageren? Het tweede is dat ze uh, goed moeten in de gaten moeten houden of nutjes niet te manipulatief zijn. In theorie helpen nutjes mensen zich zo te gedragen met wat ze eigenlijk willen, maar vaak vergeten. Maar soms zijn mensen bang dat uh, mensen toch gemanipuleerd worden omdat ze zich niet helemaal bewust zijn van een nut. Uh, er moet dus meer onderzoek komen naar wat er gebeurt als je transparant bent over een nutjes. Zo blijkt dat wanneer je er een bordje bij een nutje zet, wij helpen u de gewenste keuze te maken, de nutjes nog steeds even effectief is en, uh, en, uh, en tegelijkertijd het bezwaar van manipulatie opheft. En een derde ding wat we in het achterhoofd moeten houden, is hoe we uh, al die kennis over gedrag in het beleid gaan gebruiken. Daarvoor heb je teams nodig met verschillende expertise. Je hebt ambtenaren nodig die beleid maken uh, en uh, beleid kunnen implementeren. Je hebt gedragsdeskundigen nodig, zoals psychologen, die veel weten van welke effecten. Uh, nutjes bewerkstelligen op gedrag, maar ook op hoe mensen zich voelen. En je hebt designers nodig die in de gaten houden dat uh, een goed idee ook vertaald wordt in een aantrekkelijk ontwerp. Al met al hebben nutjes dus grote potentie, zeker als alternatief voor wat we tot nu toe veelal gedaan hebben. Mensen overtuigen en proberen duidelijk te maken dat ze zich anders moeten gedragen, zonder het ze echt gemakkelijker te maken.